Op 27 april is het Koningsdag. De koning en koningin komen dit jaar naar Tilburg. De inwoners zetten hun beste beentje voor. Het is hier nog nooit zo schoon geweest. De gemeente Tilburg haalt alles uit de kast om de vorst te ontvangen. Er is een echte persconferentie georganiseerd. De hele vaderlandse pers is uitgerukt. Er zijn deskundigen en royalty watchers. Buiten de feestelijke locatie staan de zussen Paulien en Marieke te wachten op de bekendmaking van de route. Al jaren dragen zij het Koningshuis een warm hart toe. Ja, Willem-Alexander komt naar Tilburg. Dat is een gevoel, dat zit erin, dat zit in je genen, dat heb je van je moeder, hebben we dat gekregen. De burgemeester gaat proberen duidelijk te maken wat er zoal staat te gebeuren. Welkom in de oude werkplaats waar vroeger treinen gerepareerd werden. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Sorry, burgemeester, excuus, maar wat stoort het geluid? Jongens, kom op, fix even wat. Zo beter. Take two. Dan kunnen we een foto maken of zo. Ja. Take three. Welkom allemaal op de plek waar vroeger treinen gerepareerd werden. Dit gaat niet werken. Ja, ik vind dit vervelend. Zet even een eigen microfoontje neer. Ja, mooi hoor. Toch leuk? Ja. Zijn we zover? Ik begin niet opnieuw. Ik geef nu graag het woord aan de commissaris van de Koning. De vorst en zijn gevolg zullen een rondgang maken langs 13 hoogtepunten, waarmee Tilburg zich op de kaart zal zetten. Tilburg bouwt een feestje. Door onder andere mensen met een beperking. Aangevuld met een Syrische Tilburger. Blij met de route? Begin op station. Ja. Ze komen aan per trein. Wat leuk. De persconferentie is ten einde. De Tilburgse zusters Paulien en Marieke nemen de proef op de som en maken alvast de koninklijke wandeling. Waar is die straat? Hier? Hier moet toch nog wel wat gebeuren. Wil je hier mensen kunnen ontvangen? Het is niet meteen dat je zegt, goh, hier laat ik de koning lopen. Heel eerlijk gezegd. Misschien vrolijk het zit wel op met vlaggen en ballonnen en ze zullen wel van alles aan doen, maar nee. Het is niet dat je zegt, ik vind het niet knus. Nee, helemaal niet zelfs. Hier had het dus ook leuk gekund. Hè? Moet je kijken, als je allemaal vlaggen neer zou hangen. Dit is dus een van de mooiste plekken van Tilburg. En hier komen ze dus niet. Ik zie hier al echt helemaal mooi met kronen, vlaggen. Hè? Ja, heel jammer. Je hebt een gemiste kans. Het is een gemiste kans. Gemiste kans. Gemiste kans. Gemiste kans. Nee, hier komen ze wel. Dus ik denk dat we hier gewoon blijven staan. Dat is goed. Ja, helemaal een goed idee. Ja. Morgen in Vorstopkomst maken we kennis met Ed, die 40 jaar lang een groot geheim met zich meedroeg. Dat ik dus de play van koning Wilhelmina gestolen heb. En we bezoeken de Oranjezussen thuis.